Nieuwe apothekersorganisatie moet zorgen voor betere zorg voor patiënten. Zodat we ook projecten uit kunnen voeren voor de patiënten die in alle apotheken gewoon hetzelfde is. Mm-hmm. En dat maakt ons ook wat krachtiger richting zorgverzekeraars toe. En verder in het nieuws vandaag. Gemeenten willen steeds meer burgerparticipatie. En Elst opent tweede voedselbank in de week tegen armoede. Nijmegen is sinds deze week een apothekersorganisatie rijker. Donderdag is de coöperatie Animol opgericht. Naast Nijmegen en omgeving bestaat deze uit apothekers uit het land van Maas en Waal, het land van Kuik, regio Boksmeer en Noord-Limburg. Samen willen ze meer samenwerking en innovatie in de zorg creëren rondom de patiënten. De apothekers hebben Animol opgericht omdat we ook zagen dat wij, net zoals de huisartsen en de fysiotherapeuten en de diëtisten, ons moeten verenigen, zeg maar, tot een coöperatie. Om ook duidelijker voor iedereen eenduidige afspraken te maken. En dat maakte ons ook wat krachtiger richting zorgverzekeraars toe. We hebben te maken met heel veel zorgverzekeraars. En eigenlijk zijn er maar 4-5 die dan als grote club overblijven, maar het zijn wel heel veel kleine partijen. En met coöperatie willen we dan ook kijken of we met die zorgverzekeraars projecten kunnen financieren die we door de apotheek kunnen uitvoeren. Het wondbezorgproject, dat is, werken we samen ook met VGZ. Die heeft eigenlijk met andere apotheken in Nederland afgesproken dat zij dat niet meer mogen leveren. Maar wij hebben het zover kunnen krijgen dat wij dat voor de regio nog wel mogen doen. En dan zijn de huisartsen en de thuiszorg zijn daar heel blij mee. Want wij hebben eigenlijk met hen afspraken gemaakt over wat leveren we dan af en dat het ook direct beschikbaar is. Maar wat wij ook doen is dat wij het geportioneerd afleveren. Mensen krijgen nu per doos of per meerdere dozen, terwijl dat misschien niet eens nodig is. Wij kunnen ook per stuk leveren. En voor de duurzaamheid en de kosten voor de zorg is dat wel heel belangrijk. Het gewoon uitgeven en controleren van medicijnen naar aanleiding van een briefje van de huisarts is al lang niet meer het enige wat de apotheek doet. Er is persoonlijke begeleiding bij het recept. Dat kan digitaal of aan de balie. De patiënt moet ook weten dat ze bij ons terecht kunnen voor kleine vragen of kleine kwaaltjes. Wat kan ik doen bij een schimmelnagel of wat schimmelplekjes? Daar zijn we ook voor. Of wat vragen over de medicijnen die ze net hebben gekregen van de huisarts. Maar we bieden dat ook gewoon altijd aan en lokaal en in de wijk. De mensen kunnen altijd bij ons terecht. We hebben een app waar mensen ook kunnen bestellen. Maar dat is niet alleen bestellen van de medicatie. Maar die app, daar kunnen we ook mee chatten met de patiënt. En dat is ook het mooie van de app die we hebben. Dat je daar ook laagdrempelig mensen kunnen bereiken. Maar ook vanaf de bank. Je bent het misschien ook al tegengekomen. Een oproep om als inwoner mee te denken over de plannen van jouw gemeente. De zogeheten burgerparticipatie is een relatief nieuw begrip met veel mogelijkheden en voorbeelden. Voor ambtenaren een opgave om de samenwerking met inwoners tot een succes te brengen. En de gemeente Beuningen is hier ook mee van start gegaan. Al vorig jaar deelde gemeente Beuningen de plannen om haar inwoners in de toekomst veel meer te betrekken bij het gemeentelijk beleid. En dit jaar gaan ze aan de slag met de vormgeving van dit participatiebeleid. Wij kunnen natuurlijk allerlei plannen uitvoeren, maar het is veel belangrijker dat wij plannen uitvoeren die onze inwoners belangrijk vinden. Wij willen daarom onze inwoners daarbij betrekken, zodat wij een betere kwaliteit van dienstverlening aan onze inwoners kunnen leveren. Maar om inwoners bij de plannen te betrekken, moeten ze hier eerst van op de hoogte zijn. Er is daarom een digitale enquête waarin wordt gevraagd op welke manier inwoners samen willen werken. Afgelopen week kon je deze samen invullen met de ambtenaren. Heeft u al eens meegedacht met de gemeente in het verleden? Om eerlijk te zijn, niet erg veel. Oké, nee. Dat maakt niet uit. Dat is juist goed. Dan kunnen we kijken hoe we het in de toekomst beter kunnen doen. Ja. Jongeren zeggen van ja, benader ons nou waar wij veel te vinden zijn. Dus online, social media. Terwijl ouderen meer zeggen, ga de wijken in en spreek mensen aan. En vraag of organiseer een avondje waar mensen kunnen meepraten over de plannen van gemeenten. Dus dat is ook heel belangrijk dat je aansluit bij de desbetreffende doelgroep. En dat proberen we nu ook met die enquête op te halen. Als inwoners eenmaal aan het woord zijn, komen er vaak veel ideeën op tafel. Wat ik heel belangrijk vind, dat Beuningen iets te bieden heeft voor eigenlijk alle doelgroepen. De lege polder. En dat is een ontmoetingsplek eigenlijk voor heel veel doelgroepen. En dat moet zeker blijven. We zijn nu bezig met nieuwbouw, dus dat ooit moet gaan komen. En dat vind ik belangrijk. En dat het ook wat groter, ruimer en beter wordt. Ook voor de ouderen moet er zeker het nodige komen. Wij hopen dat het nieuwe participatiebeleid ertoe bijdraagt. Dat iedereen in Beuningen in feite
tevredener is met de wijze waarop de gemeente Beuningen omgaat met plannen die door burgers zijn ingediend. En anderzijds ook met plannen die door de gemeente zelf zijn gemaakt en waarbij we aan de inwoners gevraagd hebben wat vinden ze ervan. Tot en met 21 mei kan de enquête ingevuld worden. Voor verdere vragen kunt u terecht op de website van gemeente Beuningen. Ja, zometeen in het RN7 regionieuws creatief koken met eten van de voedselbank. In Elst lieten mensen die zelf bij de voedselbank komen zien hoe je dit het beste doet. Museumpark Orientalis is een crowdfunding gestart om een nieuw busje te bekostigen voor bezoekers. De vorige bus, waarmee bezoekers het grote museumpark door werden gereden, werd onlangs verwoest door een brand die in de opslag van het museum woedde. De verzekering heeft laten weten deze niet te dekken, maar het museum zegt ook niet zonder te kunnen. Middels een crowdfunding hoopt men nu voldoende geld op te halen voor een nieuw exemplaar. Josephine Dame uit Nijmegen heeft afgelopen week de tweede plaats behaald op het Nederlands kampioenschap schaken in de categorie meisjes tot en met 16 jaar. Josephine is lid van de Nijmeegse schaakclub Strijd met Beleid. Ze speelde een week lang iedere dag een schaakpartij die 3 tot 4 uur duurde. Op woensdag 31 mei doet Josephine mee aan de voorrondes van het NK Schaatsen voor het voortgezet onderwijs. De voorrondes hiervan worden gehouden in het Spoorwegmuseum in Utrecht. En dan nog even de socials. Het is vandaag de dag van de zorg. Dit meldt de Sint Maartenskliniek op Facebook. Ze zeggen erbij dat hun zorgmedewerkers echte toppers zijn en daarom vandaag een leuk cadeautje hebben gekregen. Daarnaast roepen ze anderen op die ook een zorgmedewerker in het zonnetje willen zetten om een digitaal kaartje te sturen via dikkedankjewel.nl. Startup Nijmegen plaatst vandaag een uitgebreid dankwoord op Facebook aan Dick Bos, de oprichter van het bedrijf. Vandaag is de laatste werkdag van Bos bij het bedrijf. Afgelopen maandag was er al een groot verrassingsfeest waarbij zo'n 250 mensen aanwezig waren. De medewerkers noemen hem een grote inspirator voor iedereen die hem kent. Voordat Bos Startup Nijmegen oprichtte, was hij onder meer directeur van lokale omroep N1, de voorloper van RN7. Ja, en de Radboud Universiteit kijkt middels een lange fotoreeks terug op een geslaagde Radboud Festival dat donderdagavond op de universiteit plaatsvond. Hier waren onder meer optredens van Rutger Bergman, Maarten van Rossum en er was muziek van artiesten als Wipneus en Pim en popgroep Chips. Vrijdagavond vindt in Doorn Roosje nog een event Radboud Sounds plaats, met onder meer optredens van Sophie Straat. Het evenement wordt georganiseerd ter viering van het 100-jarig bestaan van de universiteit. In Elst werd deze week aandacht gevraagd voor armoede. Zo lieten mensen die leven van de voedselbank zien hoe je creatief kunt koken met zo'n pakket. Ook werd er een film gedraaid over daklozen en het Leger des Heils vertelde een verhaal. Daarnaast werd er in Elst een tweede voedselbank geopend, waarbij de organisatie verrast werd met een cheque van 5000 euro. Ja, en je hebt nu natuurlijk een supermooi gift van 5000 euro aan de voedselbank gegeven. Waarom hebben juist jullie dat gedaan? Nou, we kiezen ieder jaar voor een lokaal doel. Dus we zeggen iets binnen de gemeente overbeteren. En wat we heel belangrijk vinden is dat dat ook een zichtbaar doel is. Dus dat, dat je daarnaar kan verwijzen, dat mensen het ook zien. De voedselbank vonden we een vrij actueel thema door de inflatie. En dat we ook voornamelijk dat steeds meer mensen gebruik van moesten maken helaas. En ook dat er een steunpunt hier in de Overbetuwe Elst geopend ging worden. De organisatie is aan verschillende kanten dit jaar al goed gesteund. Zo ontvingen zij maar liefst 200.000 euro van mensen die hun energietoeslag zelf niet nodig hadden. Deze 5.000 euro als verrassing van het winterfestijn was de kers op de taart. Dit is het zoveelste blijk van solidariteit in onze samenleving. En we hebben de afgelopen jaren daar heel veel blijken van binnen zien komen, vooral in geld. En dat is fantastisch, want daardoor blijven wij in staat om mooie spullen te kopen en die wekelijks uit te delen aan mensen die het hard nodig hebben. Ja, want wat kunt u bijvoorbeeld met die 5000 euro doen? Wat wij doen is vooral de gezonde producten zelf kopen waar ze niet beschikbaar komen uit de afvalindustrie. Dus wij zijn nu al bezig een tijd lang met een kleine transitie, dat we niet alleen datgene wat anders verspild zou worden verdelen onder de mensen, maar ook zelf bijkopen, maar daar heb je geld voor nodig. Deze week staat het in het teken van armoede. En wat betekent dit precies?
armoede is volgens mij dat je geen verbindingen kan maken. Geen verbindingen kan maken met je buren, geen verbindingen kan maken met sport, omdat je geen geld hebt. En waarom is het juist zo belangrijk om armoede een gezicht te geven deze week? Omdat heel veel mensen die in armoede leven zich schamen. Mensen hebben vaak het idee van het ligt aan mij dat ik in armoede zit. En ik denk nee, heel veel mensen die in armoede terechtkomen, dat komt vanwege scheidingen, ziekte of faillissement van een bedrijf. Daar hoef je helemaal niet voor te schamen, dat overkomt je. En wat hoopt u nou te bereiken met deze week? Ik zou het heel fijn vinden als we allemaal iets minder vooroordelen zouden hebben. Ik had ook een beetje toch het idee armoede. Nou, dan geef je te veel geld uit of dan drink je te veel of dan wil je te dure auto. Maar armoede overkomt je dus. Ja, en dan het weer. Ik heb goed nieuws voor het weekend, want er staat namelijk een warm weekend voor de deur. Vandaag was het eigenlijk al best lekker met zo'n 19 graden. Vanavond en vannacht hebben we nog wel even kans op een paar buien. Kan ook wel pittige exemplaren tussen zitten. Maar daarna wordt het beter. Het weekend zal verder droog verlopen met van tijd tot tijd ook zon. Alleen zondagmiddag is er wel kans op een bui. Temperaturen komen uit, nou, fijne 21 tot 22 graden. Ja, vanaf maandag gaat het weer even bergafwaarts. Er steekt een stevige wind op en dan kunnen hier en daar dan ook weer wat buien ontstaan. Vooral de temperatuur gaat weer een stapje terug met het koudste punt 15 graden op woensdag. Ja, en tot zover het RN7 regionieuws. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl en alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal. Nu op RN7 kun je kijken naar de nieuwste films in Nu in de Bios. En wij zijn er natuurlijk maandag weer. Graag tot dan!